There's a place I go to, but no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason, everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemorgen. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Arnhem. Daar is niks mis mee? Nee, zeker niet. Leuke stad. Wat gaat u in Arnhem doen? Ik ben hier met mijn vader. Die is op bezoek vanuit Spanje. En mijn vriendin. En dan gaan we een leuke dagje samen meemaken in Arnhem. Ik hoor iets uit. Waar kom je vandaan? Spanje. Nee, maar jij komt uit. Oh, Wil. Wil. Want ik hoor een klein accentje. Kan oh, Achterhoek. Achterhoek, daar is niks mis mee. Oh. Hey, en nou zeg je, je vader is uit Spanje overgekomen? Ja, even op bezoek. Even controleren hoe het met me gaat. En, ja, dat is ook het belangrijke van vader. Hey, en hoe ben je niet meegegaan naar Spanje ooit? Nee, ik heb daar zelf gewoond. Maar toen ik 17 was, dacht ik, ga naar Nederland. Ja, weet je, als ik 17 was geweest, was ik in Spanje gebleven. Ja, dat zeggen heel veel mensen. Ja, ja. Waar woont je vader in Spanje? In Salou. Daar is niks mis mee. Nee, zeker niet. Nee. Mooi vakantieadresje. Ja, wat deed je ook beslissen om dan naar Nederland te gaan? Of? Wat studeren betreft en toekomstperspectief zit hier toch wat beter dan in Spanje. Dus. Wat ben je gaan doen? Wat ben je gaan studeren? Sociaal-cultureel werk. SPA? Nee, bijna. Bijna, sociaal-pedagogisch. Ja. Oké, en ben je al klaar? Het laatste jaartje zit ik nu. Oké, en dan? Dan wil ik denk ik wel iets heel anders doen richting sportmasseur of fysiotherapie. Oké, maar goed, dat andere neemt niet weg dat je dat ook mooi binnen hebt. Dus, nee, daarom. Het staat je niet in de weg. Je werkt wel met mensen, dus... Hey, dan ben ik wel benieuwd, hoe is je vader in Spanje terechtgekomen? Oh, dat is een hele goeie. We woonden toen in Amerika. Oh, en daar is het bedrijf op de een of andere manier niet geslaagd en... Toen was het afgelopen en toen had mijn opa een huisje in Spanje. Toen zijn we daar terechtgekomen en alles opnieuw begonnen. Werkt je vader nog in Spanje? Nee, papa is al op pensioen. Dat zie je niet. Nee, dat zie je niet. Hè? Dat is toch heerlijk, hè? Ja. Maar Salou, ja, hoe moet ik dat voorstellen? Aan de kust? Ja, aan de kust. En het is winters heel rustig met lokale inwoners. Ja, want Salou is natuurlijk een behoorlijke stap geweest. Ja, en in de winter en de zomer zijn ze dan met 5 keer zoveel... Maar het gedeelte waar je vader woont, is dat wat rustiger of zit je toch wel in de drukte? Nee, ze zitten wel puur midden in de drukte, ja. En ook echt aan zee? Ja, wel 100 meter van de strand af. Bijzonder. Ja. Nou, misschien kunnen we nog even met je vader praten. Ja, misschien wel. Bedankt voor je gesprek. Ja, graag gedaan. Goedemorgen nog. Wat zegt u? Goedemorgen nog. Ja, goedemorgen. Ja, nog net. Ja, had ik net uw zoon gesproken. Ja. Dus, u bent de man van Amerika, Spanje. Oh, ik heb zowat overal gewoond, veel gereisd. Ja. Wat bent u ooit gaan doen in uw leven? Ik ben heel jong naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Daar heb ook nog in Nieuw-Zeeland? Australië, Amerika. Overal gewerkt en gewoond. 25 keer verhuisd in mijn leven. Van land naar land. En waar bent u ooit begonnen in Nederland, geboren? Ik ben in Nederland geboren, in Brabant. Ik ben de Brabander. En waar in Brabant? Waalwijk. Ja. Op zijn Brabantse wolk. Ja. Maar toen u als Waalwijks jongetje, had u toch niet de gedachte dat u 50 keer ging verhuizen in Nieuw-Zeeland? Nee, ik was vrij jong. Toen zei mijn pa, waar ga je naartoe? Ik zeg, naar Nieuw-Zeeland. Waar ga je naartoe? Zo heet het programma. Ja. Waar ga je, ja. Gaat u naartoe? Maar waarom? Ik zei, nou pa, het is hier een beetje grijs en het regent veel. Ik wil wel iets anders opzoeken. Nou ja, daarom. Het avontuur. Zo is het avontuur begonnen. Want hoe jong bent u als vrouw? Zeg u? Hoe jong bent u? Nu, jong. 73. Dus u heeft al heel wat... Maar dan heeft u in al die jaren bent u... Ja. En van uw zoon zegt, ik ben al... papa is met pensioen, dus... Hij is meegereisd, ik was hoor. Mee verhuisd, als kleine jongen. Dat is best wel een stap. Hij heeft in verschillende landen gewoond. Ja, zo'n heel gezin gaat dan... Ja, is leuk. Je ontmoet veel andere mensen, andere culturen. Ja. En je hebt een beetje een bredere blik op het leven. En wilt u in Spanje oud worden, in Salou? Ja. Heerlijk. Dus u wil niet meer terug naar Nederland? Nee, moeilijk voor mij. Ik ben vertrokken, toen waren er 11 miljoen Nederlanders. Nu zijn het er 17. Dan had ik de prognose, je ziet dan worden het er straks 20 of zo. Je vindt het te druk. 24.
Een beetje druk. Maar Salo is het ook druk. Maar dat, het stadje is druk. Het is een paar maanden per jaar. Ja. Juli, augustus. Nederland is erg druk. Ja. Ik wens u veel plezier. Misschien gaat u een hapje eten naar hem. Fantastisch. En geniet ervan. Heel leuk om met u gepraat. En een mooi leven nog. Fantastisch, dank u wel. Oké. Oké, daar is het. Mooi. Ja, ik had net van meneer Drost een beetje uitleg gehad over Breng Direct. En dan zie ik in één keer een meneer met een NS-kostuum, klopt dat? Ja, dat klopt. Dus u stapt in een collega-trein? Ik stap in Duiven in en ik ga naar het werk toe. En wat gaat u doen? Ik ben hoofdconducteur bij de Nederlandse Spoorwegen. Hoofd? Tuurlijk. Zit er nog verschillen tussen conducteur en hoofd? Nee, vroeger was dat. Oké. Nu niet meer. U bent al heel lang conducteur? Ja, al heel lang. En wat is heel lang? 40 jaar. Dat is lang. Maar dat kunt u niet zien. Nee, dat is zeker niet. Zullen we elkaars leeftijd even noemen? Ja, dat is prima. Ik word 54. Word? Ik ben 62. Oh, dan zitten we toch aardig in. Ja, hè? Maar dat doet u dat al heel lang. Met veel plezier. Ja, mooi. Ja. Ja, u heeft wel heel veel meegemaakt. Heel veel. Heel veel veranderingen. Heel veel veranderingen. We hebben zelfs hier nog gereden. En hier bedoelt u... Van Arnhem naar Doetinchem, Doetinchem-Winterswijk. Ja, dat zijn natuurlijk de streekritten. Ja. En dat vind ik best wel jammer. U had dat wel willen blijven? Ja, dat is wel leuk. Dat is een leuke lijn, aardige mensen. Dat klopt. Ja, u woont hier ook? Ja, ik ben geboren in Nijmegen, maar ik woon nog heel lang in Arnhem. Dus. In Arnhem? Ja, al heel lang. Dat is niet op deze lijn. Nee, dat is niet op deze lijn. Nee, dat klopt. Maar het programma concentreert zich ook rondom Arnhem. Oké. Okay. We dachten, we gaan eens een keer met het vervoer mee. Ja, dat is leuk. Het begon ooit met de bus. Met de bus interviewen en nu. Ja. En nu zijn we onderweg met u. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar gaat u de hele weg met mij mee? Als u dat wil. Nee. Nou, dan moet ik heel ver. Nee, waar gaat u heen dan? Ik ga vandaag naar Maastricht toe. Maar als wij met NS mee zouden willen, dan zouden we echt ook toestemming moeten vragen. Ja. En dat hebben we nu ook. Zeker. Maar ze werken allemaal heel keurig mee, want het heeft ook allemaal met veiligheid te maken. Ja, ja, ja. Maar u gaat. Vandaag heel tijd op en neer dan? Nee, ik ga vandaag van... Ik begin in Arnhem. We beginnen altijd naar Arnhem. Oké. Okay. En dan ga ik van Arnhem naar Zeldenbos. Bosbol halen? Nee, dat kan niet. Nee, ik ben aan het lijnen. En, dat zou ik ook moeten doen. Ja? Ja. Nou, dat is niet te zien. Is... Jasje vult ja, erop, precies. Hè? Maar dan gaat u van Den Bosch? Van Den Bosch naar Maastricht toe. Dan heb ik een half uurtje pauze. En dan ga ik van Maastricht weer terug naar Utrecht. En van Utrecht weer naar Arnhem. En dan zit mijn dag erop. Bedankt voor het gesprek. Goedemorgen. Hi. Hi. Hi, ja, vind ik ook. Waar gaat u naartoe? Naar Doetinchem. Ik ga naar een vriendin toe. En je komt vanuit Arnhem? Nee, uit Didam. En waar woon je ook in Didam? Ja. En ga je vaker op donderdag naar je vriendin? Nee, normaal ga ik naar school toe, maar ik heb nu vakantie. Ja, vakantie? Ja. Ja. Wat doe je voor school? Ik doe zorg en welzijn op het Graafschap College. En wat is dat, zorg en? Welzijn. En wat kun je daarmee worden, zeg maar? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar... Ik wil graag gaan doorleren voor de sociaal pedagogisch medewerkster. Ik wil graag met probleemjongen gaan werken. Bijzonder, want hoe oud ben je als vrouw? Jong? 18. Okay. Je rijbewijs al? 8 november ga ik afrijden. Spannend. Dat ik slaap. Ja, eerste keer. Ja. Het komt goed, het komt goed. Gewoon rustig blijven. Ja. Hey, maar, dus je wilt doorstuderen voor sociaal-pedagogisch? Medewerkers. Ja. En wat trek je daar zo aan? Ja, ik weet niet. Ik wil gewoon heel graag met probleemjongeren werken. Heb je daar ervaring mee? Of? Ja, ik heb er zelf wel een beetje ervaring mee, ja. Kun je daar iets over zeggen? Nee. Nee, het is te privé. Ja. Ja. Hey, je bent dus in Didam geboren? Nee, ik ben nu bij mijn vriend. Oh, oké. En waar kom je oorspronkelijk vandaan? Doetinchem. Maar dat is een mooi plaatje. Ja. Ja. Maar je woont nu bij je vriend in Didam. Ja, Didam is ook leuk, toch? Ja, het is een grappig dorpje, ja. Ja. Hey, maar dan ben je 18. Ik heb zelf ook dochters, 17 en 18. Ben je al langer uit huis? Nee. Ik sta ook gewoon ingeschreven bij mijn vader. Eigenlijk woon ik ook gewoon daar, maar ik ben gewoon heel veel bij mijn vriend. Ah, ja. En je zegt gewoon bij mijn vader, dus je woont niet, je hebt niet de ouders samen. Nee. Bedankt voor je gesprek. Succes met je studio. Dank je. Hoi, hoi. Doei. Do I want to figure this or make you understand? Are we
Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat u naartoe? Ik ga nergens naartoe. Ik wacht op iemand. En mag ik vragen op wie u wacht? Op een meisje. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, ja. En waar komt je meisje vandaan nu? Uit Utrecht. En jij woont in de buurt hier, of? Ik woon in Doetinchem. En je pikte hier op? Ja. Ben je vanuit Doetinchem naar Arnhem gekomen? Ja. Oké. Okay. En jullie wonen niet bij elkaar? Nee. We wonen niet bij elkaar, nee. Maar spreek je vaker zo af bij het station Arnhem? Ja, als de weg niet kan vinden, dan moet ik haar wel ophalen. Dus, ja. Wat een heer ben jij. Maar hoezo de weg niet kan vinden? Ze weet niet in Doetinchem waar jij woont, of? Nee, ze weet niet hoe ze heeft voor mij sowieso voor mij nog nooit van Doetinchem gehoord. Dus dat is ook een beetje moeilijk vinden. Ja. En hoe vindt een man uit Doetinchem een meisje uit Utrecht, was het, hè? Ja, uitgaan. En waar was je uitgegaan dan? In Amsterdam. Oké, maar ze komt nu uit Utrecht? Ja, ze komt nu uit Utrecht. Maar je hebt elkaar ontmoet in Amsterdam? Ja. Oké. En zijn jullie lang samen? Nee, het is niet mijn vriendin. Oh, je zegt een meisje? Het is een meisje, maar het is niet mijn vriendin, dat niet. Oké. Hey, en werk je ook in Doetinchem, of wat doe je precies? Ja, ik werk. Wat doe je voor werk? Ik werk in fabriek. Al lang? Een halfjaartje. Oké. Hey, je bent geboren in Doetinchem? Nee, dat niet. Ik ben niet geboren in Nederland. Waar ben je geboren, Schramer? Angola. Angola. En hoe lang ben je al in Nederland? 17 jaar al. Hoe oud was je toen? 8 jaar. 8 jaar, ja. Dus je bent nu 25? Ja, 25. Hey, en hoe bevalt het in Nederland? Goed. Ja? Maar je spreekt heel goed de taal. Ja, ik heb hier alle scholen doorlopen, dus ja, dat leert wel. En moesten jullie vluchten? Ben je met je ouders gevlucht? Of hoe ging dat? Ja, gewoon met familie, maar niet meteen met ouders, maar gewoon met familie. Oké. Okay. En ben je direct naar Nederland gekomen vanuit Angola, of hoe ging dat? Ja. En dan was er geen makkelijke tocht, denk ik? Nee, was ik niet makkelijk. Maar ik was heel jong, dus ik heb ook niet zo heel veel van meegekregen. Oké. Okay. Dus, ja. Heb je het gevoel dat je wel goed opgevangen was in Nederland? Jawel. Mag niet klagen, laat ik zo zeggen. Het gaat je goed en ik hoop dat je ooit in Angola ook een huis kunt kopen. Dankjewel. En dat je op en neer kan blijven gaan en dat je een mooi leven hebt. Dankjewel. Jij bedankt. Everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love.